Wat wij doen is de naaste vooral ondersteunen van een cliënt die een nieuwe woonplek zoekt of passende zorg zoekt. Als je ziet dat je broer niet de juiste zorg krijgt en al heel lang, dat doet zeer. En dat doet soms heel erg zeer en je voelt je machteloos. En dan is het heel fijn, krijg ik van haar terug, dat ze dat met mij kan delen en dat ik begrijp waar het over gaat. En dat ze het niet meer alleen hoefde te doen, want ze voelde zich echt in het diepe gegooid. Terwijl ze zelf heel erg kundig zijn eigenlijk wel. Maar zorglandschap is nou eenmaal een apart landschap waar lang niet iedereen verstand van heeft. Ja, maar op zich niet uit, maar het typeert wel weer, denk ik. Ja. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat wij door het project veel meer tijd hebben. Waardoor we heel goed een band op kunnen bouwen met soms de cliënt, maar zeker met de naaste. Dat we naast ze kunnen staan, dat we hun zorgen kunnen delen. En een reguliere cliëntondersteuning heeft maar korte tijd. En wij kunnen, zoals het er nu uitziet, veel langer betrokken blijven bij een naaste. Nou, op zich hebben we voor Hans nog geen goede plek, maar we hebben wel een paar gesprekken gehad waarin zowel de broer als de zus heel erg enthousiast waren over de aanpak die ze daar bieden. 1 uur, zegt hij. Zou dat passen voor jou? En straks kan hij hier misschien wonen en hij is 60 plus, dus dan kan hij een mooie oude dag hebben. En dan denk ik, ja, daar doe ik het voor. He, dat ik zeker weet dat hij straks op een goede plek zit, dat de familie ook rust heeft. En dat ze gewoon blij zijn met hoe hun broer het nu heeft.